Kijk, een kikkervisje. Dit is de kleinste snoek die ik ooit heb gezien. Ja. Ja. We hebben een nieuwe Benny. Hey hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aquarium video. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan er weer even een mooi videotje van maken. Ik heb een leuke update voor jullie. We hebben de afgelopen weken veel meegemaakt met het aquarium. En daarnaast heb ik jullie een update beloofd over de vijver. Hey Mr. Bass, wat ben je aan het doen, maat? Heel vriend. Kijk hoe geïnteresseerd zijn. Hey Ton. Floppy, floppy. Lijkt net kikkervisjes. Oei. Ja. Oh, ja. Kijk, hij heeft een beetje staart, gek. Want hij mag gelijk pakken. Hij had een beetje staartje. Ja. Ja. Oh, jezus, hij wordt helemaal gek. Meteen weg. Wow, hé. Ja. Oh, nog één. Ziek, hè? Ik zei het hoor, hij vreet ze achter elkaar op, joh, die gek. Dat is niet normaal. Die ander moet ook even één eten. Ja, zo'n... Pap, ja, hij heeft er één. Zo, oké. Lekker. De rest gaat hierin. Dan kunnen we een klein beetje kweken. Die stekenbaars, jongen. Die is fucking vet. Oh, ah, joh. Ze proberen die... Daar. Die dingetjes op te eten. Kijk dan, die is gelijk aan het jagen, joh, die stekenbaars. Ja. Kijk dan. Oh, dan moet ik ze er gelijk uitscheppen. Kijk maar, ze zit gelijk achter die guppen aan. Bizar. Nee, daar haken ze er gelijk uit. Dit kan niet. Nee, dat kan niet. Die guppen proberen ook al die kleine visjes te vangen. Ja. Nou, kut. Moeten we ze weer vangen? Is niet handig. Is niet handig niet. Nou, die driedoornige stekelbaarzen, dat gaat niet goed. Dus die gaan hierin. Ik ben benieuwd wat die beste mee gaan doen. Of dat die beste opeten. Of dat die beste stekeltjes wel een beetje vervelend gaan vinden. Fren. Ja. Ik heb wat gevangen. Nou. Ja, dat ga ik niet vertellen. Een korte en een lange. Nee. Maar ik heb honger en het is 8:50. En ik heb iets heel moois gevangen met schepnetje toen ik aas ging vangen voor de black bass. Nice. Het zit al in het kleine aquarium. Ik ben benieuwd of je het kan spotten en of je weet wat voor soort vis het is. Nou, dat tweede sowieso niet, want het zal wel iets heel bijzonders zijn. Nou, misschien weet je het wel. Oké, nou, kijken. Ah, kom. Nou, mevrouw, kijkt u maar even of u het kan vinden en of u kan raden. Ja, ik zie het. Wat zie je? Wat zie je? Is het een baby's broek? Ja. Oh mijn god. Broek schattig. What the fuck? We hebben een nieuwe Benny. Ik ga stuk. What the fuck? Wat een mattie, jongen. Kijk nou. Ik kan niet eens zien bijna op de camera. Nee. Dit is dus een baby snoekje van echt 3 centimeter net uit eigen komen. Echt? Oh mijn god, hé. Dat is echt niet. Hij is nog kleiner dan de groepen. Dit is de kleinste snoek die ik ooit heb gezien. Ja. Bizar, hè, dat het ook gewoon zo klein begint. En dan zo'n joekel van een meter wordt. Je ziet wel al aan de vorm dat de snoek is. Ja. Ik zag het aan die snavel, die bek zo. Vet, hè? Ja, echt wel vet. Zo klein, staartje steekt uit zijn bek, echt een vet beest. Het lijkt net alsof hij een rare tong heeft of zo. Maar goed, we gaan wat doen. De mannetjes schuppen. De mannetjes schuppen hebben de vrouwtjes duidelijk bezwangerd. Ze zijn heel agressief. Ze zitten nog steeds achter de vrouwtjes aan, zoals je ziet.
En ik denk dat ik de mannetjes schuppen ga voeren aan de black bass. Want dan kunnen de vrouwtjes schuppen rustig aan jongen krijgen. Goud, elritsen, die worden wel opgegeten door het snoekie. En uiteindelijk zal het snoekie alles en iedereen die erin zit opeten. Dat is op zich niet erg. Maar ja, ik ga heel veel van die mannetjes, de agressieve mannetjes, eruit halen. Dus het is wel heel jammer, want het zijn wel de mooiste visjes. Nou, sommigen van jullie zullen hier best wel moeite mee hebben omdat guppen zulke mooie visjes zijn. Maar ja, waarom is het leven van een guppie meer waard dan het leven van bijvoorbeeld een vorentje die ik voer? Zo kun je er ook over nadenken. En ik had de guppen ook gekocht om te fokken en te voeren. Dus ja, zo gaan we dat een beetje doen. En zullen mensen het niet mee eens zijn, maar die vissen moeten ook eten. Dus daar gaan ze. Ik hoop dat ze er allebei eentje op eten. Ik denk dat het wel op gaat. Wow. Oh, dat was één. Dat was de mooiste van de twee. Ja. Nou, ik vind deze ook wel heel mooi. Ja, maar dat ligt erop. Niet normaal, hè? Nee, maar nu komt die black bass. Nee. Oh, en dat was hem. Dat ging snel, hè? Ik zit wel een beetje met een dilemma en ik moet daar misschien wel wat voor gaan verzinnen. Deze black bass is echt mega dominant. Deze black bass is de niet dominante. Die is ook dunner, hij is kleiner. Ik denk dat dit een vrouwtje is, dit een mannetje is. En het is op zich niet erg. Alleen, die jaagt echt die op, zodat die alleen maar daar in het hoekje zit. Dus eigenlijk moet ik voor die een ander huisje vinden. Want dit gaat niet goed zo, denk ik. Maar kijk dan, jongen, het lijkt wel een karper. Hij is zo ongelooflijk dik. Het is echt bizar. Fren en ik lopen nu buiten en we hebben iets meegenomen. We hebben hier een slootje. We hebben een heel erg fijn mazen schepnetje. Ik heb een groot karpernet. En wat gaan we doen, Fren? We gaan even scheppen. Wat we gaan doen namelijk is we gaan watervlooien scheppen voor het kleine aquarium. En we gaan misschien even iets grotere watertjes scheppen. Kleine waterinsectjes voor het andere aquarium. Heel misschien nog wat kleine visjes. We moeten in ieder geval de snoek gaan voeren. En we moeten de black bass ook een beetje gaan voeren. En de stekelbaarzen. Dus we gaan gewoon even wat natuurlijk voedsel proberen te scheppen. En dat gaan we even met netje doen. En Fren, ik geef jou de eer om deze te nemen. Ik zal even een klein beetje water in de emmer doen. Anders gaat sowieso alles dood. En dan zal ik je eens laten zien wat je hier nou uithaalt. Kijk. Zo. Allemaal. Rode muggenlarven. Nee, het zijn geen muggenlarven. Watervlootjes. Rode watervlootjes. Duizenden. Dat is top. Dat is super voer voor de snoek. Want zo'n klein snoekje, die eet dat. Je moet ze er gauw in doen. Ze gaan snel dood. Ja. Zo. Ja, je ziet nu niks. Oh, je ziet het wel. Honderden watervlooien. Supervoer is dit. Dit is echt supervoer. Altijd in het voorjaar is een grote explosie van watervlooien. En zelfs de grote karpers en de brasems, die zeven deze uit oppervlaktewater. Dit is echt, echt super krachtvoer. En zelf ga ik even kijken met het grote schepnet of we er wat moois uit kunnen vissen. Waar ik nou op zoek ben, dit soort dingetjes. Dit is soort van, als je waterpissen bent. En dit is echt top voor de black bass. Dit is een waterflow. Nice. Die vind ik ook lekker. Yeah. Bloedzuiger. Kijk. Yeah. Bloedzuiger. Dit is ook wel. Joekel. Dikke pissen bent. Dit is top. Oké. We zijn aangekomen. Deze mag open. En dan gaan de vlooien erin. Dan gaan we kijken hoe de snoek vlooien eet en andere visjes. Onze babby snoek. Hoppa. Leg je hem ondersteboven in. Zo. Ja,
En nu mag de deksel van het aquarium mag erop. Ja, dan mag deze even af. Kijk de hazen hoor. En ik denk dat onze snoekemans heel erg blij gaat worden. Stekelbaar zat hem. Of niet? Hop. Hop. Bloedzuiger. Hop. 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 Pissebed. Hij was mis. Ja, nee. Hij vindt het een beetje gek, denk ik. Ploep, er nog één. Ik denk dat voor die black bass maar gewoon bij wormen en kleine visjes moeten houden. Ik denk het ook. Wat een stakker, joh. De reden dat ik op dit moment geen video's upload over de vijver is omdat wij samenwerken met een bedrijf voor de volgende stap. De volgende stap in de vijver is namelijk echt een belangrijke grote stap. Daarin gaan wij van de kuil echt de vijver bouwen. En wat we gaan doen is we gaan een soort van platen aanleggen, isolatieplaten. Daar overheen komt een doek. Onder die platen moet ook een soort van buizensysteem komen. Er moet een filter op komen, er moet een pomp op komen. Alles moet natuurlijk helemaal kloppen. En daarvoor hebben wij hulp van een professioneel bedrijf ingeschakeld. Maar ja, die bedrijven die hebben het nu super druk. Iedereen wil ineens een vijver, het mooie weer komt eraan. Dus vandaar dat wij nu even in de wacht zitten. Dat is helaas zo. Maar het mooie ervan is dat als we aan de slag gaan, dan is het ook gewoon in één keer, in 3 of 4 dagen, is gewoon heel die vijver af. Het enige wat we dan nog hoeven te doen is natuurlijk water vullen, vissen erin, planten, al dat soort dingen. Maar in ieder geval, de vijver staat er dan zoals hij er hoort te staan. En dat is natuurlijk super vet. Dus ja, weet je, hou dat in de gaten. Ik heb er wel even een paar leuke clipjes van een moment van afgelopen weekend. Dat ik samen met Enzo Miron even langs was gegaan om een paar goudvisjes op te halen. Hey, Daniel. We zijn op dit moment in Zeist en ik ben hier met mijn maten. Ja, maten. We zijn hier voor iets heel erg leuks. We zijn hier voor iets heel erg leuks, want zij zijn laatst benaderd door Anneke, zeg ik het goed? Ja, ze zijn bedreigd door Anneke. Ze zijn bedreigd door Anneke. En die zei: jij mijn guppies niet in jouw vijver doet. Goudvis. Ja, dat zijn toch guppies? Goudvis zijn toch guppies? Nee, guppies zijn een ander soort vis. Gewoon een vis. Oh, maar ze noemen inderdaad guppies ook wel eens kleine visjes. Ja. Helemaal goed. Maar in ieder geval, Anneke die woont
hierboven ergens. Ja, hierboven. En die heeft dus gevraagd of wij een paar van haar goudvissen willen. Nou, konden we natuurlijk niet tegen die aardige dame zeggen nee. Dus we gaan zo meteen bij Anneke naar binnen en we gaan een paar goudvissen jatten. Ja, inderdaad. Dus we hebben allemaal onze bivakmuts mee. Ja. Nee, we gaan straks even aanbellen. Ja. We weten welk nummer. Marion en ik zijn al binnen geweest. We hebben al voor inspectie gedaan. Ja. En we gaan straks Daniel ook even de inspectie laten uitvoeren. Ja. En ik ben heel erg benieuwd, serieus, ja, wat jij vindt van de locatie waar ze woont. Mm-hmm. En hoe de vijver eruit ziet. Hallo? Hallo, Anneke. Hallo. Oh, hier zijn we hoor. Kijk, ze hebben alles al klaar. Meneer Daniel ook. Oh. Hey. Eten, netje. Ja, ja, ik denk dat misschien moeten we zeggen. Zo... Ja, zeker. Oh, een druppel, mijn nek. Oh, zo'n dikke druppel. Oh, precies zo. Oh. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat Anneke dit moet doen. Ja, denk ik ook. Of... Kijk, ze zijn Anneke, huppies. Kijk, ik doe eigenlijk zo. En dan word ik gewoon hup zo. En dan komen ze, als het goed is, komen ze erboven. Ja, en dan ga jij ze dus... Dus je bent ze nu aan het misleiden met voer. Ja. En dan daarna klap je dit net op het water. Ik weet niet of ik dat zo heel vlot kan. Nu heb je heel veel voer erin. Oh, ja. Oh, je hebt er één. Er moet water nog eventjes in. Zo, ja, ja, dat is genoeg. Hey, mag ik ook een keer? Is naar kermis. Ik vind het wel leuk. Gewoon blijven proberen. Maar je hebt kans dat ze nu natuurlijk heel diep... Ja, nu gaan ze de planten in. Dat komt goed. Okay, weet je hoe ik dat ga doen? Een rijger. Ja, zo. Ik ben heel voorzichtig. Hij loopt ook gewoon voorzichtig. Ja. Da-dum, da-dum. Ja! Oh, twee! Dat deed je echt netjes. Die was mooi, hè? Dat was echt als een rijger. Ja, dat was echt een mooie tactiek. Nou, laat eens zien hoe jij dat doet. Misschien heb je een tip. Nou ja, sowieso. Het is tegen de draad in. Oh, er zit een gat in. Ja, een klein gaatje, ja. Kunnen ze daar doorheen? Ja, daar kunnen ze wel doorheen. Hoe doe jij dat dan? Hetzelfde als wat ik deed. Ja, ik zou normaal wat sneller doen. Alleen, ik ben bang als ik het te snel doe, dat ik net weer grond breng. Oké. Okay. Dus ik ga... Ja, jij bent zo iemand die dan de bamboestik weer breekt. Nee, dat is niet zo diep. 50, 60 centimeter. Nou, ik vond mijn tactiek toch wel beter als ik dit zo zie. Maak even wat ruimte. Hoeveel wil je er hebben? Hoppa, kijk. Oh, gast, wat heb je erin zitten? Ah, oh, je maakt die hele vijver vies hier, oh. Marjamin, dit stelt ons toch teleur? Dit stelt mij echt teleur. Van visgod Daniel, gaat hij naar prutser? Je ziet niks meer. Uiteindelijk komt het goed. We gaan er nog twee, want we moeten er vijf hebben. Oh, hoeveel wil je er kwijt eigenlijk, Anneke? Een stuk 15. Helemaal goed, 15. Prij. Zoveel. Ik heb niet eens 15 gezien, volgens mij. Jawel. Er zit echt wel veel in, hoor. Ja, laten we even 20 minuutjes wachten. Dan is het een beetje gezakt. Ik schep zo. Met het schep een beetje, het ging gewoon helemaal zo. We gaan voor poging 2. Ik heb net had ik het even goed verpest door een hele grote struik mee te scheppen met allemaal bagger eraan. Maar hij is nu weer helder. Het netje is gewoon een beetje zacht, dus we moeten gewoon voorzichtig doen. Gooi er weer een klein beetje voer in. En Enzo die had net een mooie reiger techniek, dus die gaat gewoon wachten tot ze een beetje omhoog komen. En dan gaat het vast lukken om er nog 2 of 3 bij te scheppen, denk ik. Ze liggen wel laag, hè? Ja, ze liggen laag. Net als een Mercedes AMG. Maar hij is wel weer snel weer helder, hè? Dat wel, ja. Ja, Anneke heeft goede pompen, goed voor elkaar. Ze zijn ook een beetje geschrokken van net, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, kijk, okay, dus ze liggen allemaal helemaal in de planten, hè? Ja. Het lijkt net alsof er geen vis in zit. Ik zie er daar eentje, maar... Ik ruik met die lavasteen. Ja, dit is wel lastig, ja. Ja, we hebben er 3. Ja, joh. Ja, toch? En dan mag ik er gewoon geen eentje de naam geven vandaag. Nee. Nou, Anneke. Ja? Daar gaan we. Op reis. En met je vol, die visjes. Heel top. 2 cracking glass. Nou, Daniel. Oui. Daar zijn we. Yes. En nu? Wow, minuutje. Ja. Dat is een hele kleine. Ja, jij die knapper. Die zie je gewoon liggen. Kijk dan hier zo. Oh, oh, oh. Hij schiet weg. Kijk, hij schiet weg. Daar gaat hij. Dus je straks nog een tand en een oor.
best knoop in gemerkt. Zie je nog salamanders? Nou, dat zie je echt, maar eigenlijk als de zon erop schijnt, ja, is het heel goed. Hij is los. Hoppakee. Nou, we gaan de visjes. Veel plezier bij ome Enzo en tante Miron, hoor. Oeps. Hoppakee. Hoppakee. Nou, die zitten erin. Nee, ze liggen hier nog in het hoekje. Ik zwaai ze nog even de dag. Drie visjes geadopteerd van Anneke. Maar kijk hier in het midden hoeveel er al zitten, joh. Nou, met de volgende lading wachten we totdat de grote tijd. Dat was het meer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef sowieso even een likeje en abonneer als je het vet vond. Ik hoop dat jullie blij zijn met de update over de vijver. Ik kan helaas niks anders van maken op dit moment. Weet je, het is gewoon even wachten. Maar ik ben wel bezig met nieuwe series en allerlei andere leuke video's die eraan komen op de woensdagen. Dat ik geen vijvervideo heb. Stay tuned. Als ik updates heb, post ik het sowieso even in mijn stories op Instagram. Dus als je dat wil zien, volg het sowieso even. En er komen hele vette video's aan. Bedankt voor het kijken. Fijne dag. De mazzel.